Voor mij was dat heel duidelijk bij de klimvereniging. Toen zat ik in een feestcommissie en we waren een groot feest aan het organiseren voor het Nederlandse studentenklimkampioenschap. Op het laatste moment ging er iets fout en een week van tevoren kregen we te horen dat alles wat we geregeld hadden niet door zou kunnen gaan. Dus zijn we helemaal opnieuw begonnen. Ja, heel typisch was toen dat een deel van de commissie zei, ja, hier ga ik niet aan beginnen, dit kan niet, ik heb het druk, dit lukt niet. Toen zijn we met 3 man uiteindelijk heel erg hard ervoor gaan werken. En het geeft zo'n geweldige kick als je dan uiteindelijk gewoon een goed feest daar neerzet. Ja, dat is sowieso een geweldige ervaring om er met z'n 3 zo diep in te duiken. En nou ja, het was echt een knalfeest. En dat geeft mij veel voldoening. Een ander voorbeeld van een uitdaging die ik aangegaan ben is het eerstejaarsproject. We moesten een apparaat ontwerpen en de middag voor de deadline kwamen we erachter dat de tekeningen niet overeenkwamen met de berekeningen. Ja, we liepen vast. We moesten eigenlijk een paar weken werk helemaal opnieuw gaan doen. En een groot deel van de projectgroep zag dat niet zitten en is gewoon naar huis gegaan en heeft gezegd, het is goed zo, laat maar. Maar ik dacht bij mezelf, nee, hier kan ik niet voor staan. Dit wil ik niet. En toen ben ik gelukkig met een aantal andere projectgenoten er keihard voor gaan werken. En hebben we alles helemaal opnieuw gedaan. En hebben we gewoon een degelijk resultaat neergezet. Juist dat doorzettingsvermogen en met een kleine groep er hard voor gaan. Ja, dat vind ik heel erg waardevol. Uitdagingen die ik binnenkort aan wil gaan. Er zijn bijvoorbeeld het studeren in het buitenland. Dat zou ik heel erg graag ondernemen. Een nadeel daarvan is dat ik wel hele goede cijfers zal moeten halen en blijven halen. En een probleem wat ik daarin heel erg zie is de motivatie om naar colleges te blijven gaan. Het jammer aan de colleges vind ik dat de docenten hun college niet helemaal goed afstemmen op wat ik voorbereid. Als je een college goed voorbereidt, houdt dat in dat die docent eigenlijk precies hetgeen vertelt wat jij voorbereid hebt. En dan voegt het heel weinig toe. Dus ik denk dat de docenten de lat een beetje laag leggen daarin. En dat is voor mij een probleem. Verandering teweeg te brengen, denk ik dat het heel erg belangrijk is dat studenten en docenten een nauwere relatie krijgen en dat ze allebei gemotiveerder bezig zijn met hun vak. Een voorbeeld hiervan is het SITES-project van TopTrek, waar ik zelf ook aan meewerk. En wat we daar doen, is dat professoren de collegestof van een hele periode vaak in een paar middagen vertellen. Dat dwingt gelijk de studenten om heel erg goed voorbereid en effectief te werk te gaan. Op die manier krijg je een goede relatie met professoren en dat, denk ik, komt het project heel erg ten goede. Dat geeft je natuurlijk ook de kans om de professoren beter te leren kennen. En op die manier heb ik heel veel geleerd over de faculteit en onderzoeken die lopen. En dat is voor mij heel erg verbredend geweest.